De extreme regenval van de voorbije dagen wordt door de Meteorologische Dienst Suriname, MDS, als excessief genoteerd. Diensthoofd Rajkumar Nanda zegt dat vanaf 11 april een toename van neerslag is geconstateerd, welke in de avond van 23 april een piek heeft bereikt. Het radarsysteem op het vliegveld Zorg en Hoop legde een neerslaghoeveelheid van 131 mm vast, wat gelijk is aan 131 miljoen liter water per vierkante kilometer. Uit deze meting is gebleken dat, hoewel het niet overal even extreem heeft geregend, het overgrote deel van Suriname te kampen heeft gehad met neerslag tussen de 40 en 112 mm. Het ministerie van Openbare Werken doet er alles aan om de wateroverlast die is ontstaan door de hevige regenbuien terug te dringen. Zo wordt dagelijks gewerkt aan het opschonen van open rioleringen en primaire waterwegen en de doorstroming goed te laten verlopen. Het ministerie doet er alles aan om de samenleving tegemoet te komen. Mensen wiens woning onder zijn gelopen kunnen hun klachten doorgeven via de website van het ministerie. Het Amerikaanse Bureau voor Internationale Ontwikkeling is voornemens een kantoor te openen in Suriname. Dat werd vorige week bekend tijdens een bezoek van Asara Walter, plaatsvervangend regionaal vertegenwoordiger, aan minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De Amerikaanse ambassadeur in Suriname heeft USAID geïnteresseerd om ondersteuning te geven aan het jeugdbeleid van ons land. Deze organisatie is een onafhankelijk agentschap van de Amerikaanse federale overheid dat primair verantwoordelijk is voor het beheer van civiele buitenlandse hulp en ontwikkelingshulp.